ik denk dat hij het ook helemaal verdient. Het was voor hem ook een hele drukke periode. Hij heeft met veel clubs gesproken. Maar AS Monaco had het beste plan ook voor hem. En het voelde gewoon gelijk goed. Dus ja, iedereen is daar zeer positief over hem. En ja, ik heb er ook alle vertrouwen in dat hij gewoon daar zal slagen. Voor jou een extra motivatie misschien wel? Ja, natuurlijk is het ook belangrijk dat het voetbal zit sowieso bij ons in de familie. En hij heeft de talenten voor. Hij heeft gewoon een goed seizoen gedraaid bij NEC. Dus ja, het is voor mij ook gewoon motivatie van hoe het kan gaan. Dus ja, ik denk dat hij ook voor mij ook een motivatie is voor het harde werken dat beloond kan worden. En op zo'n mooie wijze als dit is natuurlijk gewoon extra voor hem ook. Ja. Ja, hij is jouw tweelingbroer. Ja. Is hij ook echt meer getalenteerd, ook beter dan jij? Heeft hij gewoon wat meer geluk gehad? Ja, op dit moment heeft hij geluk, ja. Hij heeft gewoon, het was gewoon zijn tijd. Ik denk dat hij bij zijn voormalige club gewoon gelijk heeft laten zien wat hij kon. Hij heeft die kans daar gekregen en die heeft hij gelijk gepakt. Dus ik denk dat hij, qua talent hebben we andere en onze eigen kwaliteiten. Dus daar kan ik nog niet veel over zeggen van wie er beter is. Maar ik denk dat hij afgelopen seizoen had hij gewoon het geluk mee en daar heeft hij ook gelijk gebruik van gemaakt. En heeft hij ook gewoon gedurende het seizoen laten zien wat hij in huis heeft. En met zo'n stap, is gewoon geweldig fan. Wat is je doel dit seizoen hier? Ik wil gewoon gelijk vanaf dag 1 laten zien wat ik kan. Ik wil gewoon hier slagen en een belangrijke speler worden ook bij de club. Basisspeler, die kansen zie je ook? Ja, die kansen is er. Dus ik ga er ook vol voor. Ik heb ook maandag met de trainer gesproken. Dat was een goede eerste gesprek. Dus, vertel eens. We hebben gewoon wat dingen uitgewisseld van hoe hij ernaar kijkt en wat mijn kansen zijn. Dus, wat zijn je kansen? Ja, ik moet gewoon deze voorbereiding laten zien wat ik in huis heb. En, dus daar hebben we goed over gesproken. En we hebben er ook beide alle vertrouwen in dat ik zal slagen. En wanneer ik mijn kans hier pak, dan kan ik ook veel minuten gaan maken. En dat is ook mijn doel, om zoveel mogelijk minuten te maken in Vitesse 1.